leuk dat je kijkt naar een nieuwe vakantievlog. Vandaag is het woensdag en vandaag is de beste ochtend van mijn hele vakantie, van mijn hele 2017, van mijn hele alle tijden. Want vandaag eet ik voor breakfast krabo met rijst. Ik heb een grote trek in. Het enige jammer is dat ik het niet met mijn handen kan eten, want ik heb echt net om mijn nails gezet. Maar ik heb wel boterhamzakjes, dus ik ga het toch heerlijk eten. Oh my god, ik kan gewoon niet. Ik ga dit lekker opeten en daarna kom ik weer bij je terug. Ik ben zo blij. Nou, ik ben weer eventjes gauw omgekleed. Ik was eventjes een dutje gaan doen vandaar. Ik was zo uitzie. Maar ik was zo erg moe. Echt heel zuur. Je bent gewoon de hele dag door moe. Maar ik probeer niet te slapen. Pas alleen in de avond. Maar het lukt me vaak niet. Dus doe ik wel middagdutjes. En dan ja, slaap ik gewoon heel laat. Maar goed, in ieder geval. Ik heb me even gauw omgekleed. Ik heb een jurk aangedaan die ik vorig jaar in Amerika heb gekocht. Wacht, ik laat jullie eventjes de achterkant zien. Ik ga even forceren, mensen. Kijken, zien jullie dit? Ja. Deze jurk. Echt zo'n fladder jurkje, echt leuk. Ook heb ik sandalen aan van de Bershka. En deze oorbelletjes die heb ik gekocht in een van die Chinese zaakjes hier zo. Normaal draag ik nooit van die hoepel oorbellen, maar ik weet niet, ik vind het gewoon echt leuk. Opeens. En, oh ja, mijn wenkbrauwen moeten zwaar gedaan worden. Want kijk, zo dik ze zijn. Het is echt niet normaal. Dus wacht ik gewoon, want over een paar dagen ga ik toch weer terug naar Nederland. Ga ik ook gelijk mijn nagels doen. Die wil ik hier ook niet doen. Bij mijn nichtje waren ze er echt binnen een week gewoon. Waren echt 1, 2, 3 al afgevallen. Dus ik dacht, nou, ga ik niet doen. Dus dat zo een beetje. En nu wacht ik op mijn tante. En dan, daarna gaan we mijn moeder ophalen. En daarna gaan we weg. En ik wil ook heel graag naar de Palmentuin toe gaan. Omdat ik er heel vaak ben langs gereden. Maar ik ben er nooit in geweest. Dus het lijkt me wel leuk om daar een paar leuke fotootjes te schieten. En gewoon om het idee dat ik daar echt binnen ben geweest. Hé, hey, die mannen hier, hè. Even serieus. Ze hebben echt geen respect. De hele dag. Pss, 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 pss. Heel de dag. Of ze kijken, ze breken hun niks. Dus, hey. In ieder geval. Ik ga nu mijn moeder bellen om te kijken of ze klaar is. En dan gaan we haar ophalen. Nou, we komen net van de VCM. En ik had een stukje. Ik had echt zin in spelen. Dus heb ik dat gehaald. Ik krijg het gewoon zo mee. Maar dit hier is allemaal vet. Het is echt slecht. Maar ik hou. Nee, maar hier staat kant-en-klaar spekribs. Ja, buikspek. Maar is lekker. Awel, awel, awel. Gewoon loop je de slager in en kan je gewoon een stukje hamlap halen. Let! Let! Nee, dit is echt niet normaal lekker. Nou, we zitten nu bij Sarah's en ik ben benieuwd wat voor lekkers we gaan krijgen. Ik had een uitsmijter besteld en verse kokosnoot. En mijn moeder ook een uitsmijter. En Martijn, wat heeft u besteld? Tosti. Kip pesto. Je hebt gewoon net 2 minuten geleden gegeten. En dan ga ik weer eten. Kan allemaal. Ja, we zijn nu bij de begraafplaats en we zijn nu bij het graf van je opa. Dit is het. Kijk, dit is opa San. Kijk uit. Dat bloemetje als hij dat water. Twee ja. Of ik was twee. Ik was net toen hij stierf. Ik dacht altijd één. Hij was maar 2 jaar oud geworden. Dus ik heb hem helaas niet gekend. Nou, we hebben net even drinken gekocht. Boosta Grape. Dat is echt mijn lievelingsboosta.
en Busta Peer heb ik is Peer Day. Lekker. Mijn youth. En nu gaan we naar de centrale markt. Want ik wil heel graag tri kopen en nog wat andere dingen. Dus ik laat jullie even zien hoe de markt eruit ziet. Soep ofzo en we gaan pindasoep eten. Ze ziet er echt heel charmant uit. Soep ofzo met de gember heb ik besteld. Mm-hmm. En ik bedoel pindasoep met gember. Loop even rond. Ik ga jullie even laten zien hoe het hier uitziet. Het ziet er echt gezellig uit. In een tuin zit je. En we hadden net dus bij onze soep of zo gegeten en dat was echt niet lekker. En weet je hoe zout dat zoutvlees was? Kijk, zoutvlees is zout toch, maar dit was echt wat chill, kijk ook. Schat, wat een chill. Het was echt zout, het is echt niet lekker. Marciano gaat mij helpen met mijn koffer. Al deze 1000 dingen die ik heb gehaald, moet ik een plakband hebben. Help me helpen, zo aardig. Was je altijd maar zo aardig? Ben je aardig? Maar je hebt wel echt netjes opgeruimd. Echt. Jawel. Ik denk dat we al bijna op de helft zijn. Ik denk van wel. Maar ja, als er nog toevallig Surinaamse kijkers zijn die een vriend zoeken. Hier is een jongen, hij woont op Beekhuizen. Je moet wel Javaan zijn, want hij valt alleen op Javanen. Toch? Zomaar. Wat zomaar? Is hij, je valt alleen op Javanen? Dat is ja, Albert heeft dat ook gezegd. Maar goed, jullie weten hem te vinden op Beekhuizen. Wil je je nummer ook zetten? Nee. Oh, niet. Niet hoor. Dat is een pas. Nou, we zijn inmiddels alweer ongeveer 1,5 uur verder en we zijn nog steeds niet klaar. Maar maakt niet uit. Ik laat jullie in de tussentijd even zien. Om mee te beginnen. Ga je nou maar kijken. Misselijk. Deze haarbandjes voor een vriendin en haar kindjes. En deze is voor schoonzus. Warm. Is echt warm. En ik heb ook zo'n black film mask gehaald. Deze. Dit is die echte. Voor die stoppeltjes op je neus. Voor de mee-eters. Ik heb ook deze deo gehaald. Dit is voor in je handtas. Dat is echt schattig.
schattig, hè? Ja. En deze is voor in de auto, waar we nog niet eens de auto hebben, maar weet je toch, deze is voor in de auto. Mijn klasgenootje gebruikt deze altijd. Deze hebben ze ook in Curaçao. En deze hebben ze toevallig ook in Suriname. En vervolgens heb ik ook deze coconut milk detangling en conditioning en shampoo gehaald. Deze van Cream of Nature. Ik ben echt overgestapt naar Cream of Nature. Echt heel veel troep eigenlijk gehaald. Een voetenscrub. En dit is ook voor je voeten. En dit is al de zoveelste haarvet die ik heb gehaald. Dit is volgens mij de derde pot. Sorry, hij stelt niet scherm, maar in ieder geval deze. En deze is van mijn zus gehaald. Counter Coconut Curling Cream. En ik heb Ardell lesjes. Deze. Heb ik twee van gehaald. Deze dingen kan je trouwens bij de bio halen. En ik heb knippers gehaald. Het zijn een soort van druiven, maar dan Surinaams. Echt lekker. Zo. En ik heb twee bakjes drie gehaald en verschillende kraampjes op de markt. Maar deze was toch net iets lekkerder dan deze. Maakt het maar niet uit. Ik ga alle twee eten. En als laatste heb ik deze marinade gehaald om kip mee in te leggen. En deze jongen hier. Deze hier. Jullie weten dat ik kan koken. Oké, jullie hebben nog niet geproefd, maar jullie zien altijd van dat het er gewoon goed uitziet. Maar ja, je weet toch wanneer iemand niet kent en gewoon gaat oordelen. Want ik één keer noedels heb opgefokt, denk je gelijk dat ik niet kan koken. Maar ja, kijk, noedels, je kan het gewoon opfokken. Als je het te lang laat, dan is het gewoon te zacht. Maar ja, weet je, ik vind niet omdat je noedels kan maken, kan je koken. Maar ja, in ieder geval, dat waren de spulletjes die ik heb gehaald. Ik ga nu verder mijn koffer inpakken en daar ga ik naar mijn oma, gaan we eten. En daarna gaan we naar, hoe die brug? Maar wat is de normale naam? Hoe? Schulweiden. Schulweiden Bosbrug. Bosjebrug hoor. Bosjebrug. Ik ben Basel. Bosjebrug. Jawel. Dus. Daar. Nou jongens, het was. Doe even zachtjes met die zak. Kan je zachtjes doen met die zak alsjeblieft? Oké. Volgend jaar december ben ik er weer. Waarom laat je je boa zien? Ja, maar en wanneer komen jullie naar Nederland? Ooit. Ja, dat is interessant. Ik praat niet. Mijn vraag is, wanneer kom jij naar Nederland? Ooit. Ja, je familie? Ja, wie is je oom? What? Wie is zijn vader en wie is zijn moeder? Mijn vader is vader. Oh. En jij hebt een zus daar toch, Albert? Ik heb een zus daar, ja. Hoi, ik ben Ali, dus ik ben samen hier op Kimberly. Dus ik ben hier in Kimberly. Kimberly is Suriname gekomen. Ik ben samen hiervoor gekomen. Ik ben samen met Kimberly Wallach, toch? Mm-hmm. Ja, oké. Nu heb ik hier Alasma in Suriname, yes. Ik had gezegd, succes met jullie. Volg jullie dan gewoon en like de dingen die volgers van haar. Yeah. Thanks, mom! Mm-hmm.
Kapsones. Ik zeg jullie, deze jongen heeft kapsones. Niemand begrijpt dat. En wil jij een speciaal doen? Nee? En toen was ik bij mijn oma en vandaag eet ik dit. Oh wacht, dit. Carbonade met kool, boulanger en rijst en watermeloen. Tel jij maar over welke brug we nu gaan lopen, want ik zeg het toch elke dag verkeerd. Ja, voor de Sjoerdweiden-Bosbrug. A.k.a. Bosjebrug. Hoezo heet het Bosjebrug? Ik weet niet. Bosjebrug, dat klinkt zo raar. Ja, dat is dat. Maar we gaan het nu lopen, we zijn net begonnen. Ja, ja, ja. En we gaan helemaal naar daar. En dit is nu het uitzicht. Maar wanneer we daar zijn, boy, jullie gaan zien! Ja, toch? 52 meter. Ja, die brug is 52 meter hoog. Jawel. Nou mensen, wij hebben het gehaald hoor. We zijn helemaal on top. En kijk zo mooi. Dat is Paramaribo. Ik ben zo bang, hè. Wacht, ik laat jullie eventjes beter zien. En hoe voel je je? Ik voel me hoog. Je voelt je hoog, hè? Ja, hoog. Het is zo eng, mensen. En iedereen denkt... En iedereen denkt dat we gaan springen. Echt eng. Maar ja. Mensen stoppen en titelen gewoon. Volgens mij van, gaan jullie niet springen? Wat is een no jumpo? Yippie day. Nico, zullen we maar weer gaan of wil je hier blijven zitten? Hé, kijk hoe blakken we zijn. Kijk, dit bordje bedoel ik. Hoi, en super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vakantievlog. Dit is alweer de allerlaatste vakantievlog hier in Suriname. Dus dat vind ik echt heel erg jammer. Want ik had echt, als het aan mij lag, had ik hier echt nog wel 1 à 2 weken langer willen blijven. Maar helaas kan dat niet in verband met mijn werk en met mijn school. Dus ja, ga ik vandaag terug naar huis. Doei. Maar het goede nieuws is wel dat Cyrano eindelijk weer gaat zien. Want ik heb hem echt heel erg gemist. En het jammer is wel dat ik dan weer afscheid ga moeten nemen van hele leuke mensen die ik hier heb ontmoet. Zoals Marciano, Albert, Angel, Quincy, Nensha, Elgero, Robbie. Maar eigenlijk ga ik iemand vergeten. Ik wil niemand vergeten. En natuurlijk niet te vergeten mijn lieve familie, met wie ik echt hele leuke dingen heb gedaan. Echt, ik ga ze ook heel erg missen. Mijn nichtjes, mijn nichten, echt. Het was echt een hele leuke vakantie. Ik ga er echt met een hele goede blik naar terugkijken. Het was echt super leuk. En ik hoop dat ik weer heel snel naar Suriname zal komen. Want, oh my god, ik ga het echt missen. En vooral het eten. Oh, super leuk dat ik dat nog ga missen. Maar ik ben nog niet weg. Dus er zit heel iets lekkers voor mij in de trein te wachten. Mijn favo ontbijtje, krabboe. Dat ga ik lekker opeten. Daarna ga ik naar mijn oma. Om daar nog eventjes te zitten. En dan kan de reis echt gaan beginnen. En het eerste wat ik ga doen morgen is dit en dit. Laat jullie even zien hoe mijn oma macaroni pastei maakt. Hoi oma! Zo wordt het gemaakt. Dit is mevrouw Bonique.
Sonja is me ook komen groeten. Tante Millie. Ik kan ook kijk wie daar is. Dat zag je niet eens. Doei Quincy. Zo gezellig dat je hier bent. Gezellig. Alles uitgepakt. Sommige dingen heb ik al gelijk in de koelkast gedaan. Nou, dit is de buit. Hier is eten. Ik heb nog meer genoemd, maar dat is in de vriezer. En hier zijn allemaal haarproducten. Daar zijn al mijn kleren. En hier zijn nog wat souvenirtjes ook. Laten maken. Ik weet niet of ik het jullie heb laten zien. Maar het is een schilderij van Cyrano en mij. Had een man getekend. Echt schattig. Leuk, hè? Een tekening bedoel ik. Een mooie flowers gekregen. Jawel. Vind ze mooi. En ga je lekker vanille eten. En melk. En melk. Nou, inmiddels heb ik 4 uurtjes geslapen volgens mij en het is nu 6 uur, dus ik dacht van weet je wat, Cyrano gaat ook toch voetballen, dus dan ga ik mooi mijn nagels en mijn wenkjes doen, want dat is hoog nodig, morgen moet ik gewoon weer werken, dus ga ik gewoon lekker mijn nagels en zo doen. Ik ga mijn outfit zien met me op de troep hier, want ik heb nog geen zin gehad om dat op te ruimen. Ik heb aangedaan een Vans broek van de Zara, een top van de H&M en een jas van het Esco. En ik had deze zelfs gekocht in het vliegtuig. Bij zo, in het vliegtuig, ja, ze hadden zo een BTW, hoe heet het? Tax-free shopping. De La Vie est belle van Lacombe. Oh, dit is oude toilet. Koppelfum. En daarna ga ik mijn zusje meten, dus dat wordt ook weer gezellig. Ik ben weer in de auto met de Miljoen! En je haar is vol, man. Ja, het is vol. Wat zet je voor je haar? Ik zet niks, meisje. Liefde.
We zijn weer gereden. Ik heb mijn wenkbrauwen ook weer een beetje gedaan. Het moet getekend worden. Maar heb ik dat ding warm gezet. Heb ik pas zo. Zakken. En nu gaan we naar mijn huis. En ze heeft what's on one of him. Oké, maar je weet het raam ook. Gaat het? Ja. Okay. Ik heb soms wat cadeautjes voor je. Voor mij? Wat bitterbedjes. Bitterbedjes. Cool. Hey, maar hoe is het zo koud in Holland? Meisje, Holland wacht niet op de winter. Mooi boy. Mooi boy. Je hebt highlighter gezet? Nee, schat. Highlighter? Nee, dit is gewoon mijn gezicht. Maas, boys! Aske! Nou, het is inmiddels alweer 12 uur in de avond. In de woorden. Sorry. Sraan is ook weer thuis, hij moest trainen. Hij ging trainen, bedoel ik. En Sam is net weggegaan. We gingen gezellig KFC eten, films kijken en stories geven van Suriname. Kijk het. Haar vallen. Hoeveel goede ogen heb ik gewoon? Ik zie gewoon mijn haar vallen. En. En bij deze ga ik de allerlaatste vakantievlog afsluiten. Alvast bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie ze allemaal bekeken hebben. Er zitten echt hele leuke bij van in het binnenland. Gewoon hoe Suriname eruit ziet. Paramaribo, van de brug, van allerlei mooie dingen. Dus... Een soort Google Maps. Een soort Google Maps. Dus heb je die nog niet gezien, ga die gewoon lekker checken. Ze zijn echt hele leuke... Er zitten echt hele leuke vlogs bij, dus bij deze ga ik de allerlaatste afsluiten. Vond je deze video leuk? Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, dan zie ik je de volgende keer weer. Doei! Peace!